Na succesvolle jaren in Eindhoven opent Arabia ook haar deuren in Amsterdam. Wil jij privacy en heerlijk eten in een van de meest vrouwvriendelijke restaurants? Bezoek dan Arabia, de familieplek bij uitstek. Natuurlijk is er ook een gebedsplek. U bent meer dan van harte welkom. Kijk op onze website www.arabia.nl. Welkom bij Mountains Flame, de expert op het gebied van alle soorten elektrische sfeerhaarden. Op maat gemaakte cinemas, meubels van topkwaliteit en complete verbouwing en renovaties met onze service The One Month Key. En wij verbouwen en meubileren uw complete woning binnen 1 maand kant en klaar. www.mountainsflame.nl. Toen ik wakker werd, toen zag ik mijn zusje 10 meter verder liggen en de auto 10 meter verder staan. Mijn zusje was die dag toevallig in de Koran net aan het lezen over de dood, het hoofdstuk over de dood. Jij meent deze? Meen jij dit? Als jij er zijn, moet je zelf rijden. Dus toen hebben ze eigenlijk gezegd van, ja weet je, neem je tijd om afscheid te nemen en daarna trekken we de stekker eruit. Dus eigenlijk als ik toen ik zag hoe zij veranderde en hoe haar op het goede pad bracht, ben ik steeds meer gaan verdiepen in de Islam. Myhomebeti.com, de online winkel voor al uw tafeldecoratie, bakspullen en nog veel meer. Shop nu het volledige assortiment van Hakkal met de kortingscode SALAH10 voor 10% korting. Bezoek de website www.myhomebeti.com. Welkom bij de Luxe Gordijnen, de gordijnen-specialist van Nederland. U kunt rekenen op de beste service en de mooiste gordijnen. Onze eigen atelier voor topmaatwerk. Bekijk onze showroom voor meer inspiratie. U bent van harte welkom. Kijk op www.deluxegordijnen.nl. In deze aflevering van 1 op 1 is mijn gast Robin van Roosmalen. De meervoudig kickboxkampioen kwam vorig jaar heftig in het nieuws. Een vrachtwagen reed vol op hem en zijn zusje in langs de snelweg. Robin verloor daarbij zijn zusje Melissa en zelf raakte hij ernstig gewond. De kampioen uit Vught is er mentaal en fysiek nog niet bovenop. Maar het leven gaat onverbiddelijk toch door. Robin van Roosmalen, dankjewel dat je bent ingegaan op mijn uitnodiging. Dankjewel voor de uitnodiging. Tof om hier met jou te zitten op deze verlaten oktoberavond. Ja, hartstikke leuk, dankjewel. Robin, yes. Je komt uit Den Bosch, zei je toch? Uit Den Bosch, ja. Ben je daar ook geboren getogen? Geboren getogen in Den Bosch, ja. Ja, geboren getogen Bossenaar. Ja. Kun je iets vertellen in wat voor gezin je bent opgegroeid? Wat voor type gezin je vandaan komt? Ik kom eigenlijk uit zich op een normaal gezin. Mijn ouders zijn vroeg gescheiden. Stiefvader is toen bij mijn moeder gekomen en daaruit ben ik eigenlijk opgegroeid. Oké, hoeveel kinderen? Ik heb nog een zusje en een broertje. Een zusje en een broertje. Ja. Naast het kickboksen, ja. Waar bestond jouw wereld nog meer uit? Ik ben al ongeveer 10 jaar straatcoach, dus ik werk met hangjongeren. Ja. Natuurlijk mijn vrienden. Ik heb al 20 jaar dezelfde vrienden waardoor ik nu alles doe. Ja. En dus dat is een beetje gewoon een heel simpel leven. Gewoon in Den Bosch, met hangjongeren. Ja. Proberen positief invloed te maken, een beetje alles op herit te krijgen, geen slechte dingen te komen of een probleem te komen met politie. Dat is een beetje het werk wat wij doen. Waar jij afgelopen jaar nog bekender mee bent geworden, eigenlijk landelijk bekend in alle kranten en alle dingen. Ze hebben erover geschreven en uitgenodigd, et cetera, dat was dat tragische ongeluk. Ja. Wat jij hebt meegemaakt met je zus. Met mijn zusje, ja. Hoe begon die dag eigenlijk? Mijn zusje die zou haar nieuwe auto gaan ophalen, want ze had een nieuwe auto gekocht voor naar werk te gaan. Mm-hmm. Waar? In welke stad? Waar was het? Ik weet niet, maar het is in ieder geval hier een stukje verder. Het is richting Amsterdam was het richting in ieder geval. Amsterdam, ja. Je gaat met je zus mee en dat was in de middag? Was dat? Was begin middag volgens mij, rond 1-2 uur. Rond 1-2 uur. Ja. Jullie kwamen aan bij die autodealer? Die hebben we nog niet gehad. Oh, was het op de heenweg? Het was op de heenweg, ja. Op de heenweg ze reed met mijn auto en toen kregen we de pech, want hij gaf geen gas meer. Jouw auto? Ja. Autopech met jouw auto? Ja, met mijn auto. Dat op de snelweg of? Op de snelweg, ja. Ondertussen, terwijl we aan het rijden zijn, zegt hij, hij geeft geen gas meer, hij reageert er niet meer op. Okay. Dus hij bleef gewoon doorrollen. Dus toen hebben we het in de... Wat gebeurde er vervolgens? Toen bleef hij doorrollen naar de vluchtstrook? Toen zijn we naar de vluchtstrook gegaan. We hebben de vluchtstrook stilgezet met buitenste wielen, eigenlijk wielen in het gras. Ja. Want er was geen dinges daar. Ik ben het even kwijt. Vangrail. Ja, precies. Er was geen vangrail daar, dus we zijn een hele lange tijd buiten gestaan. Maar het was deze januari, het was ijskoud, we hadden geen jassen bij. Dus op een gegeven moment na 20 minuten zegt van, hey, ik heb het super koud. Ik had de ANWB al gebeld. Hoe laat was het toen? Tussen 2:30 waarschijnlijk. Oh, nog echt vroeg in de middag? Echt nog vroeg in de middag, ja. Dus het was eigenlijk direct, eigenlijk. Bij Utrecht was het. Oké, dus auto's met de wielen in het gras, geen vangrail. Jullie stonden naast de auto. Eigenlijk stonden we eigenlijk heel 10 meter van de auto af, maar omdat het zo koud was en zoveel wind was, zegt ze van, weet je, ik ga bij de auto staan, want dan zijn we uit de wind. Ik zeg, nou is goed, dan ga ik met jou mee. Dus uiteindelijk is ze in de auto gaan zitten met haar benen naar buiten, zou ik zeggen, naar buiten kijkend.
Aan de graskant of aan de wegkant? Aan de graskant, natuurlijk. Ja. En ik ben er eigenlijk pal naast gaan staan. En eigenlijk waren we in gesprek over hoe wij altijd dit soort pech hebben. Eigenlijk van als we een nieuwe auto gaan halen, dat we dan met deze auto pech hebben. Ja. Had je wel eens eerder pech met die auto gehad? Nee, nooit. Nee, nooit. Dus ja, eigenlijk ging dat gesprek daarover. En uit het niks worden wij dus geraakt achteraf door een vrachtwagen. Waar was jij toen zij met de deur open? Ik stond pal naast haar. Ik stond letterlijk, als ik nou hier zit, ik stond hier. Dus echt gewoon letterlijk tegen de auto stond ik. Oh, jij stond tegen de andere deur aan, gewoon geleund? Ja, geleund, ja. Gewoon wachten. Wachten, ja, precies. En vervolgens, wat gebeurde er? Ja, vervolgens werden wij geraakt door die vrachtwagen. En toen ik denk dat ik even buiten rusten ben geweest, toen ik wakker werd, toen zag ik mijn zusje 10 meter verder liggen en de auto 10 meter verder staan. Dus toen ben ik geprobeerd daar naartoe te lopen, maar mijn bekken waren dus toen uit elkaar gebroken. Dus ik kon een paar stappen zetten en Kon ook niet lopen? Nee. En ja, toen die tijd kwamen er eigenlijk al mensen aan en alles was super snel. De vrachtwagen kwam tegen de auto aan? Tegen de auto, ja. Die en de auto heeft tegen ons jullie? Voorgepakt. Nee, die heeft ons voorgepakt, zou ik zeggen. En achteraf is mijn zusje met haar hoofd tegen de deuropening gekomen, waardoor ze dus op slag dood was, zeg maar. En die vrachtwagen heeft mij op mijn heup geraakt, zou ik zeggen. Dus de vrachtwagen pakte jullie en de auto vol? Precies, ja. Kan je zeggen dat het ook een wonder is dat jij nog leeft nu, of niet? Eigenlijk wel. Zo kun je het wel zien. Snap je wat er gebeurt op dat moment? Of? Nee, op dat moment niet. Ik had een hele ruis in mijn hoofd. Alles was wazig. Dus op een gegeven moment, toen ik de auto's uit elkaar zag staan en mijn zusje daar liggen, toen wist ik wel wat er aan de hand was. Dacht je gelijk dat ze zou overleden was? Of? Je hoopt natuurlijk van niet, maar toen die mensen haar optilden, zou ik zeggen, en ik zag hoe levenloos het was, om het zo maar te zeggen, en toen de ambulance erbij kwam, met de hartslagreanimatie, zo wist ik dat het een foute boel was. Zeker toen die trauma-helikopter kwam. Denk je op dat moment aan je zus? Of neemt de pijn het over van je? Nee, het is echt mijn zusje. De rest, pijn had ik wel, maar dat was veel erger natuurlijk. Leefde ze nog op dat moment of was het echt... Jawel, want ze hebben nog in het ziekenhuis nog eigenlijk met beademing en dingen, apparatuur echt in leven gehouden. Dus op dat moment had ze nog wel hartslag. Het was alleen hersen dood. Op dat moment, wat doe je? Wat denk je? Wat gaat er door je heen? Wat probeer je te verplaatsen in jouw situatie? Op dat moment, het eerste wat ik deed is, ik facetimede mijn partner van dat moment. En of ze snel mogelijk naar het ziekenhuis wil komen en dat het niet goed was. Want ik voelde mijn been op dat moment niet meer, dus ik wist niet wat er precies aan de hand was. Maar dat kwam dus door die breuk. En omdat Melissa met mijn zusje dus met de traumahelikopter mee was genomen, dat het dus een foute boel was. Dus ik vroeg of ze snel mogelijk daar naartoe kon komen. Vervolgens, jij bent in het ziekenhuis, je zus in het ziekenhuis. Vraag je op dat moment van hoe gaat het met mijn zus? Ja, tuurlijk. Het eerste wat ik vraag van hoe gaat het met haar, hoe gaat mama? Maar ze waren op dat moment zo met mijzelf bezig, omdat ik dus ook allemaal scans moest maken, et cetera. Dus op dat moment wist ik niks. Ze waren zo bezig met 9, 8 personen die aan mij zaten te trekken en te doen, dat ik die kans ook niet had om te vragen van hoe het ging of hoeveel. Was dat raakte je gefrustreerd daardoor of zo? Of? Ik weet niet, op dat moment was mijn hoofd was gewoon een film. Ze ging alle kanten op, dus het was moeilijk om te waarnemen wat er aan de hand was, zeg maar. Ik neem aan dat je dan tegen ze zegt van breng me naar mijn zus? Of? Ja, tuurlijk. Maar toen kwam dus de dokter van en die kwam dus vertellen van dat Melissa hersendood was. En dat ik eigenlijk afscheid kon gaan nemen. Dat zei die gewoon zo... Het was eigenlijk super bot, maar super heerlijk. Ja. Ik kan er niet anders veel van maken, maar... Het was gewoon van, luister eens, we moeten jou morgen opereren. Je bekken zijn ook uit elkaar. En Melissa, die houden we in leven, maar die is hersendood. Dus daar kunnen we niks meer aan doen. Zo was eigenlijk de boodschap. Dus toen zijn we eigenlijk afscheid genomen van mijn zusje. En toen heb ik ze te wachten op de operatie de nacht. Vond je dit niet helemaal bizar, deze hele situatie? Of? Ik vond deze situatie zeker heel bizar, ja. Dus er waren natuurlijk wel veel mensen die waren om te supporten. Mijn vrienden waren ook naar het ziekenhuis gekomen, goede bekenden. Dus daar was ik wel blij om, maar de pijn die is overtreffend.
ging je dan in een rolstoel naar je zus die op dat moment nog... Nee, ik lag letterlijk in een ziekenhuisbed, want daar moest ik in blijven. Dus die brachten mij daar naartoe. Kun je nog herinneren toen je haar voor het eerst zag daar, hersendood? Ja. Ja. Ja, dat was eigenlijk aan de beademing en overal draden om haar dus in leven te houden. Hoopte je nog dat ze misschien wakker zou worden? Nee, ja. Dat klinkt waarschijnlijk heel raar, maar ik heb liever dat ze er zo en niks geen pijn heeft gehad, zou ik maar zeggen. Ik word met de overlijden dan dat ze als een kastplantje zou moeten leven, want dat persoon was ze niet. Je zou er meer vrede mee hebben gehad, ja, dat ze gewoon op dat moment gewoon ook echt stierf, ja, bedoel je? Ja, zeker. Heb je nog met haar gesproken of zo? Of heb je nog iets? Of probeerde je dat nog contact met haar te maken? Of ging je weer terug? Of? Ja, weet je, contact maken, ja, ging haast niet. Het was gewoon echt gewoon afscheid nemen en, ja, daar vrede in zoeken, zeg maar. Hoe lang mocht je daar nog met haar zijn? Ik ben er niet heel lang geweest, omdat voor mij hoe langer het duurde, hoe moeilijker het werd, zeg maar. Dus ik ben denk 5 minuten geweest en toen heb ik afscheid genomen. Ja. 5 minuten met je zus en toen dacht je van... Ja, dat is goed, ja. Ze hielden haar dus levend met long, de zo'n longmachine. En, ja, precies. Ja. Wie heeft besloten, hebben ze besloten om de stekker eruit te trekken? Of hoe is nee, dat was al besloten. Kijk, het was gewoon echt niet meer dat zij, ze was hersendood, dus in leven kon ze sowieso niet zijn. Okay. Dus toen hebben ze eigenlijk gezegd van, ja, weet je, neem je tijd om afscheid te nemen en daarna trekken we de stekker eruit. Dat heeft het ziekenhuis zo gezegd? Ja, het ziekenhuis zo, ja. Ja. Zijn je ouders nog gekomen? Mijn ouders, ja, mijn moeder en stiefvader, die waren daar. Ja. Ik heb daar niet bij willen zijn, want ik wou niet dat dat mijn laatste beeld was van mijn zusje, zeg maar. Maar mijn moeder en stiefvader zijn er wel bij gebleven tot de stekker eruit was. Die hebben het gezien? Ja. Hebben die daar nog wat over gezegd tegen jou? Dat het gewoon heel vredig is gegaan, dat het heel rustig was, niks raars. Hoe was jouw band met je zus, met je zusje? Mijn zusje en ik waren eigenlijk 2 handen op 1 buik. Dus wij deelden eigenlijk alles samen, deden samen. Het was wel echt een belangrijk... Ja, mijn belangrijkste persoon. Je belangrijkste van in je leven? Zeker, zeker. Ja, daar is geen twijfel over mogelijk. Geloof je in God? Ik ben de Koran aan het lezen. En mijn zusje was ook bekeerd. En eigenlijk... Was je zusje moslim? Ja, mijn zusje was moslim, ja. Echt, ik ben er helemaal stil van. Ik wist het namelijk nee, echt niet. Nee, veel mensen weten sowieso niet wel. Nee, dus nee. Ze leefde als een moslim, deed alles als een moslim. Bidden, alles. Ja. Mijn zusje was die dag toevallig in de Koran net aan het lezen over de dood. Het hoofdstuk over de dood. Dus ja, weet je, daar had ze het met mij over. Dus wat, ja, weet je, het heeft misschien zo moeten zijn of iets. Ik weet niet. Hoe oud was ze? 29 ja. Jaar. Ja. Ja. Dus eigenlijk als ik toen ik zag hoe zij veranderde en hoe haar op het goede pad bracht, ben ik steeds meer gaan verdiepen in de islam. En daar ben ik nog steeds elke dag beetje bij beetje mee bezig. Bijzonder. Ja. Niemand wist eigenlijk dat zij bekeerd was. Ik heb dat niet gehoord. Nee. Nee. Ik ben wel echt heel erg blij om te horen dat ze moslim was. Ja. Alhamdulillah, echt waar. Ik vind het echt, je hebt me echt blij gemaakt. Ja, ik ook. Gelukkig. Nu al de kijkers, weet je, die kunnen gewoon door uit een smeekbedes dan, zo heet dat in het Arabisch, smeekbedes doen voor je zusje. Dat, ja, hartstikke fijn, dankjewel. Dat haar situatie verbetert waar ze nu is, weet je. Ja, dat, zeker, ik hoop het. Ik ben sowieso altijd wel van geloof geweest dat dingen gebeuren met een reden. Dus ja, wat die reden is precies, daar moeten we nog achter komen. Maar het heeft mij wel laten zien van, zou ik maar zeggen, dat het vechten niet alleen het enigste is op deze wereld wat belangrijk is, zeg maar. Voordat je zusje overleed en nu, hoe stond je in het leven als je zou denken aan God of aan Allah? En als je dat vergelijkt met nu, kun je dat uitleggen? Ik heb altijd wel geloofd dat er iets meer is dan dit, zou ik maar zeggen. Dat er altijd wel een God is, maar niet precies van wie, wat of waar ik mij op wil gaan richten. Voor mij was het gewoon, na dat moment was het eigenlijk van, alles kan binnen een seconde ontnomen worden, zeg maar. Dus het heeft mijn ogen zeker wel geopend, ja. Ben je best aan de moskee geweest? Ja, ik ben er vanmiddag nog geweest. Ik heb Asr gedaan met mijn collega die mij vaak meeneemt. Ja.
Marcel, je hebt gewoon later gebeden. Ja. Ah, dit is al, je hebt me echt, je hebt me echt blij gemaakt. Nog, echt waar, serieus man. Ik vind het echt geweldig gewoon. Ja. Ik straal van binnen gewoon helemaal. Ja, je kan het niet beschrijven. Ik kan niet goed beschrijven wat ik nu voel, weet je. Het is echt... Nou, hartstikke fijn. Ik krijg er zelfs gewoon echt de kippenvel van. Ja, nee, de moskee geeft mij echt rust. In het begin ben ik gewoon alleen meegegaan, zonder te bidden. En ja, als ik daar wegging, dan was het gewoon echt een rustgevend gevoel. Of gereinigd of... Ja, gewoon geen last op mijn schouders. En eigenlijk daar heb ik dat steeds stapje voor stapje gedaan, tot mijn collega mij vroeg of ik mee wou bidden met hem. Ja. Omdat hij eigenlijk alleen was en eigenlijk sinds zo is het eigenlijk steeds meer gegroeid. Iets wat zo heftig kan gebeuren in je leven, weet je, dat dan misschien of met een reden is gebeurd. Weet je, weet je, dat je zus die al zegt dat ze moslim was, weet je, dat ze nu wellicht naar het paradijs is en dat je jij stap voor stap weer ook Allah leert kennen op een andere manier, weet je, dat jij en je zus misschien weer samenkomen in het paradijs. Dat is wat ik hoop, Dat zou wel een gevaarlijke route zijn, of niet? Dat wel, zeker. Man, weet je, mooier dan dat? Nee, lijkt me ook niet, nee. Het verhaal wat je vandaag hebt verteld, dat heeft mij toch wel echt kippenvel bezorgd. En het heeft mij echt wel heel erg blij gemaakt om te horen dat jij stappen aan het maken bent in het geloof. En dat je zus... Zeker. Dat is nog echt het allermooiste om te horen, Chris, want zij is er natuurlijk niet meer met ons. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala haar doen behoren tot de inwoners van Jannatul Firdaws, de hoogste paradijs. En ik hoop echt dat de kijkers zoveel dua gaan doen voor de zus van Robin. Dat zij op dit moment, dat ze daar de vruchten van plukt. Ik hoop het. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het super tof om hier te zijn. Nee, zeker. Ik wens jou ook nog heel veel succes. Het is een verschrikkelijk iets wat is gebeurd. Maar wat de uitkomst daarvan uiteindelijk uitkomst toch is het belangrijkste. De rest is een weg ernaartoe en dat komt zeker goed. En zeker. Robin, dankjewel dat je bent gekomen. En ik kan gewoon assalamu alaikum wa rahmatullahi zeggen. Dankjewel. dankjewel.